Hola, en dat is Spaans voor hallo en welkom bij mijn Pokémon Sapphire walkthrough. In deze video gaan we de gym doen hier in Marvel City. En gaan we hier eerst tegen trainer Wally vechten, die we al eerder zagen in deze, of in dit spel. Toen moesten we hem helpen in Paddleburg City om een Ralts te vangen, en die heeft hij nou nog steeds. En hij zegt dat hij sterker is geworden, maar velen van jullie die dit spel kennen, die zullen het echt niet met hem eens zijn en ook niet met mij. Want die Ralts van hem, ja, die is echt niet zo sterk. Nee, want het was het enige dat hij heeft, een Ralts van level 16. Nou, als je goede hoge levels hebt, dan moet het echt geen probleem zijn. Hier, huppakee. Nee, dat was Ralts. Dat is echt geen probleem. Dus we hebben weer trainer Wally verslagen voor de eerste keer. Maar we zullen hem nog wel een keer zien. Maar dat is pas het einde van het spel, dus daar heb ik het nou nog niet over. Maar, afijn, we gaan verder. Wally gaat dan weg met zijn oom naar nog een stadje west van hier. Maar daar gaan we naar de gym al heen, denk ik. In ieder geval, die oom van hem gaat nog wat met me praten. Daar heb ik niks aan. Dus, nou ja, dan denk ik dat het tijd is om de gym te gaan doen. Nou ja, zoals je meteen al ziet, is het een elektrisch gym. Dus ik denk niet dat Jelly Belly zoveel te doen krijgt aan deze gym. Maar ja, we zullen wel zien hoe het gaat, want ik ben niet zo heel erg goed voor deze gym. Ik heb niet echt een grondtype Pokémon die heel veel tegen de Electric type Pokémon kan doen, maar ik zie wel wat ik kan doen allemaal met Sleepy en zo. Natuurlijk zit hier ook Magnemites en die daar kan Chicky ook wel wat tegen doen met Ember of Double Kick of zo. Eens even kijken, ja, deze gym is niet zo makkelijk of niet zo moeilijk om er doorheen te gaan. Je moet gewoon een beetje tegen de trainers vechten en dan op een aantal knoppen gaan staan en dan ben je er al. Oké, dat was die trainer. We gaan nou eventjes switchen naar Chicky, want de volgende trainer hier heeft gek genoeg geen elektrisch Pokémon. Maar die heeft een Magnemite inderdaad, ja. Dus daar moeten we wel mee uitkijken. Maar goed, in ieder geval, dat waren alle trainers in de gym. Ik ga eventjes terug om te healen en dan gaan we Watson, de gymleader, doen. Kijken of wat we van hem kunnen winnen. Maar vast wel. Ik weet nog dat toen ik klein was, had ik al heel veel moeite met Watson. Omdat ik dan nooit iets had tegen electric type Pokémon. Ik wist maar niet zo goed hoe ik moest en zo. Maar in ieder geval, volgens mij is dit de manier om echt door de gym te komen. Zo, en dan zo, en dan kom je hier bij Watson en dan ben je er. Ja. Ik pak eventjes mijn schrift. Want daar heb ik de dingen voor Watson in opgeschreven. Zo, daar zijn mijn notities. En nou ik die heb, kunnen we beginnen denk ik met Watson, de derde gymleader uit de Hoenn-regio. Watson gebruikt
gek genoeg, of juist helemaal niet gek genoeg, electric type Pokémon. En is, nou ja, hij is niet echt al te makkelijk hoor, hij is best wel moeilijk. Ik denk dat hij in Pokémon Emerald is hij nog moeilijker dan dat hij nou al is. Maar goed, hij begint met een Magnemite van level 22, met de moves Thunder Shock, Thunder Wave, Supersonic en Sonic Boom. Hij is Electric Steel type. En hij heeft de ability Magnet Pull en geen Hold Item. Dus ja, dat is gewoon zijn Pokémon waar hij mee begint en niet al te moeilijk. Dus als je hier al moeite mee hebt, dan moet je zeker nog wel even gaan trainen. Oké, dan de tweede Pokémon die hij heeft is Voltorb. Daar ga ik even voor naar Sleepy. Ja, dat is Voltorb met de move Sonic Boom, Spark, Rollout en Self-Destruct. En hij is gewoon Electric type, level 20, Static Ability en geen Hold Item. Dus dit moet echt niet al te moeilijk zijn. Alleen Spark is misschien een move waar je een beetje bang voor moet zijn. Maar verder, Voltorb is niet echt heel erg bedreigend. En ook als je een Electric type Pokémon in je team wil doen, zou ik Voltorb ook echt niet aanraden. Want Voltorb Electrode is echt niet zo goed. En dat kan het weten, want ik heb het een keer. Ik heb een keer een Voltorb en slash Electrode in mijn team gehad. En ja, niet op dit spel hoor, maar op een ander spel. En die was echt niet goed, dus dat doe ik ook nooit meer. Maar ja, Magneton is zijn laatste. Ik denk dat ik eventjes een save state ga maken hier zo. Dat is wel makkelijker als het dadelijk misgaat. Ik gebruik Sleepy nou eventjes om je hand te doen. Dan gaat hij slapen, dat is wel makkelijk. Maar in ieder geval, Magneton level 23. Move Shockwave, Thunderwave, Supersonic en Sonic Boom. Hij is Electric Steel type met de ability Magnet Pull. En ook heeft ook geen Hold Item. Dus ja, ik denk dat ik nou dood ben, maar dat weet ik niet zeker, want deze Magneton is best wel sterk. Ja. Dankjewel Magneton. Nou, dan gaan we toch maar door naar Cheeky, denk ik. Want ja, één Ember of Double Kick, dat zal dan niet een one-hit KO zijn, maar ik denk dat het wel best wel veel zal doen. Dus daar hopen we dan maar op. Ik ga voor een Double Kick. Ik denk dat het meeste doet, meer dan Ember, denk ik. Nou, oké, nog één Double Kick zou het moeten afmaken. Als we een beetje geluk hebben. Ja, en hij blijft doorslapen. En zolang Double Kick maar raakt, kijk, daar heb je hem al. Is Magneton dood en hebben we Gymleader Watson verslagen. De derde Gymleader alweer. We gaan best wel snel. We zijn al bijna op de helft. Nou, Cheeky level 23. Dat is ook altijd wel fijn. Oké, dat was het Watson. Maar ik vind Watson als persoon wel een leuke Gymleader. Hij lacht altijd en hij vindt het nooit vervelend als hij verliest. Dus ook van zo'n slechte trainer als ik. Nou, in ieder geval, hij zegt dat je nou Rock Smash kan gebruiken. Die hebben we in de vorige video hebben die opgepakt. Dus die zal ik dan ook aan mijn HM slave leren. Ik weet niet of ik dat al gedaan heb. Maar in ieder geval, we krijgen ook TM34 Shockwave. Nou ja, die kun je dan ook aan een Electric type Pokémon leren. Dat is ook een hele handige move, want die mist nooit. Nou, even met die gek praten. En dan zie je dat we op de lijst staan van trainers die de gym verslagen hebben. En weer als enige gaat de hele Hoenn-regio. Nou, dat was de gym. Ik denk dat ik nu eventjes deze route ga doen, route 118. Want ik heb toch nog wat tijd over. En ja, ik wil toch nog een beetje de video opvullen. Dus ja, ga ik deze route nog eventjes doen. Er zijn hier nog een aantal trainers. Als je niet hoog bent in levels, dan is het raad ik aan om bij deze route nog wat te gaan trainen. Met de trainers die er zijn. Want dan kun je wat levels omhoog trainen. Dat is misschien wel makkelijk.
hier ergens, hier zo ligt een hardscale. In deze steen hier zo. Hier een fisherman. Als hij ook met je vecht, weet ik niet zeker. Ja, kom op, stop met lopen. Stop met lopen, goed zo, poppetje. Ja. Nu heeft ook weer een super potion, wel handig. En ik wil Jelly Belly weer wat actie geven, want die heeft bijna niks gedaan. Kijk, en Jelly Belly heeft eindelijk een goede move geleerd, of een beetje een goede move. Acid. En Acid is een best wel goede poison type move. Volgens mij heeft hij een kans op het loweren van defense, maar dat weet ik niet zeker. Nou, zoals je daar zag was dat Acid die hij net heeft geleerd. Nou ja, dat waren alle trainers voor zover, want er is nog meer op route 118, maar daar kunnen we nog niet heen. Want daar hebben we Surf voor nodig. Ja, dat is aan de andere kant van dit water. Maar dat komt allemaal nog. In ieder geval, dit was het part van mijn walkthrough en dan zie ik jullie allemaal de volgende keer weer. Houdoe!